stond op wacht bij de voordeur van de villa van Napoleon toen ik opeens een geluid hoorde. Ik zag iemand door het raam naar binnen glippen. Hij was snel als de nacht. Ik rende hem achterna, maar kon hem niet meer vinden. Hij was verdwenen. Ik ging weer terug naar mijn post toen ik een andere wacht hoorde schreeuwen. Ah! Ik snelde naar het vertrek van mijn meester. Toen ik er naartoe rende, zag ik een andere wacht op de grond liggen. Hij rende gauw door. Toen zag ik de sluipmoordenaar lopen. Ik zag Napoleon. Hij lag op de grond. Zijn schouder bloedde. De sluipmoordenaar haalde uit, maar toen kwam ik in actie. Ik rende op hem af en hij zag mij. Hij probeerde me neer te steken, maar ik pakte zijn arm en ontwapende hem. Ik sloeg hem bewusteloos en ging kijken hoe het met Napoleon was. Zijn schouder bloedde erg. Het was een diepe vleeswond. Ik bond zijn schouder af. Toen ik terugkeek naar de sluipmoordenaar, rende hij weg. Ik rende hem achterna, maar was te snel. Ik vroeg om versterking. Ik zag hem nog net naar de kamer van Napoleon gaan. Ik snelde me erheen. Toen ik aankwam, probeerde de sluipmoordenaar Napoleon alweer te vermoorden. De andere wachter kwam en we pakten de sluipmoordenaar stevig vast. Ja. Napoleon zei dat we hem moesten executeren. Dat deden we. Executeer hem!